De Surinaamse luchtvaartmaatschappij bestond gisteren 57 jaar. Op de jaardag van het bedrijf heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, AFA, Rajesh Rajkumar benoemd tot de nieuwe directeur. Vanaf vandaag mag hij daar de scepter zwaaien. Volgens de SLM is Rajkumar een gedreven, innovatieve persoon en daarom zeer geschikt om het bedrijf door een transformatieproces te leiden. Automatisering, verbeterde dienstverlening en marktuitbreiding zullen daarbij centraal staan. Hij heeft reeds 15 jaar ervaring in de internationale luchtvaart en heeft in verschillende functies gediend, laatstelijk als sales executive, tevens deputy manager voor Air France KLM te Paramaribo. In Rajkumar is de juiste kandidaat gevonden, zegt de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chotkan, namens de aandeelhouder. De nieuwe directeur beseft dat hij voor een uitdaging staat. Ik ben voornamelijk erg vereerd met het vertrouwen dat in mij gesteld wordt. Rajkumar volgt Gerard Lau op, die begin juli is bedankt vanwege perikelen rond de vervanging van het vliegtuig waarmee de Mid-Atlantische route wordt onderhouden. Vanaf gisteren is ook de financieel directeur Steve Silos bedankt. In een schrijven aan het personeel geeft hij aan dat hij per 30 augustus van zijn werkzaamheden is ontlast. Lau en Silos zijn 9 juli vorig jaar aangesteld als directieleden bij de vliegmaatschappij.